Oh, okie dokie, Daily Challenge tijd. Laten we eens kijken wat het allemaal wordt vandaag. Dit kan. Shit, juist nou begint mijn oog te jeuken. Kan Mexico zijn. Kan. Ik hield in eerste instantie ook nog de deur open voor een eventuele Israël. Want die hebben het ook wel, als maar we hebben al een potje met Spaans zien staan, dus dan valt het ook af. Is Israël, wat is het? Nee, ik wilde zeggen, het is nog steeds mogelijk dat het, kijk, niet Mexico is. Dat zeg ik, kleine witte bordjes. En dit is ook echt wel inderdaad een omgeving die in Bolivia ook nog wel eens tevoorschijn getoverd wordt. Dus dan is het inderdaad Bolivia. Hebben we ook wel een beetje aan die sleepauto te denken, hè? Anders had ik nou nog waarschijnlijk nog zitten twijfelen tussen van, is het Mexico of is het Bolivia? Eén voordeel? De kans is echt. Ik ga het niet zeggen miniem, want je zult altijd zien dat er waarschijnlijk wel ergens een auto met een Boliviaanse kentekenplaat rijdt in Mexico. Maar normaal gezegd zou ik zeggen dat dat niet mogelijk is. Puur alleen omdat je dat niet met de auto dat stuk tussen Colombia en Panama doorkomt. Dus ja, dan houdt het al heel snel op, zeg maar. Waar is dit in Bolivia? Sopo Cachi. Ik weet niet of het een plaats is. Ik hoop het. Ik hoop dat het een plaats is. We zullen zien of het een plaats is. Nee, voorlopig niet. Oké. Okay. Ik had stiekem gehoopt dat het wel een plaats was. Misschien is het ook wel, maar is het kleiner dan dat ik denk. Kleiner dan dat ik denk dat hij is. En misschien is het wel gewoon de naam van een. Dichter bij La Paz dan ik dacht. Dit is Europa. Hebben we daar een dorp zitten aan die kant? Ik wil even een bochtje kijken, denk ik. Lijkt er niet op, hè? Toch deze kant op. Het lijkt me dat het in het oosten van Europa is. Het zou wel eens een van de Baltische staten kunnen zijn, maar dat ga ik niet 100%. Nee, het is. Dat is. Frans. Dan blijven in principe België, Frankrijk en Luxemburg. Nou, Zwitserland ook nog wel, maar. Het is nou niet gelijk wat ik associeer met Zwitserland. Ik denk eigenlijk dat het met name tussen Frankrijk en Luxemburg gaat. Dit is niet. Zelfs dat helpt niet echt. Het wijst iets meer richting. Frankrijk dan iets anders.
Maar ik ben er niet zeker van dat het 100% Frankrijk is. We gaan sowieso weer zetten van in Frankrijk weg. Het zal waarschijnlijk. Zal het waarschijnlijk dat zijn of zal het waarschijnlijk. Ik zag daar een auto staan. Met een wit kenteken, wat dan weer een plus is voor de landen der Frankrijk. Dus ja, dan zal het zeer waarschijnlijk wel Frankrijk zijn. De vraag is waar in Frankrijk gaat het zijn. We zullen zien of mijn ingeving dat het in het oosten van het land is, correct is. Een beetje die kant misschien dat ik er spijt van krijg, we zullen zien. Oh, het is echt compleet aan de kant van het land. Ah, jee. Ah, het is ook gewoon gelijk klaar. Dat is mooi, dan hoeven we ons eigen daar niet meer druk over te maken. Japan. Ik zat eerst nog even te twijfelen vanwege die eerste. Of het even wat Taiwan is, maar met deze is het 100% Japan. Daar zie ik niet van de bocht hangen. Daar zie ik niet van de bocht hangen. Dat zegt weg nummer 5. Dat lijkt me een weg te zijn die we makkelijk moeten kunnen hebben. Toch wel redelijk inzoomen om wegnummers te zien terug. Ik dacht dat het voorheen altijd veel makkelijker ging, maar misschien dat ze dat gewijzigd hebben. Misschien dat ze dat gewijzigd hebben. Ik zie voorlopig ook nog niet heel veel lage nummers. Weg nummer 4 hier. Weg nummer 7. Is wel een voordeel dat het zo'n laag nummer is, zeg maar. Dus weg nummer 6 zag ik daar staan. Nummer 8. Nummer 1, dat weten we dat daar zit. Nummer 8, dus nummer 1. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of het weg nummer 5 hier zit. Nee. Had ik eigenlijk best wel, eigenlijk stiekem wel gehoopt dat het zo zou zijn. Even kijken of op flik. Bord staat daar. Of op dit bord misschien een wat bekendere plaats te zien is. Nee. Tenminste, niet eentje die mijn gelijk aanspreekt. Toch word ik weer hier naartoe getrokken. Het was hier wel. Daarom ben ik zo. Ik had gewoon mijn gevoel moeten volgen. Ik had al een gevoel dat dit Hokkaido was, maar. Dammit. Is Brazilië. Ja, of dit moet Portugal zijn. Ik ben heel eerlijk, dit ziet er niet uit alsof het Portugal is.
niet heel veel info zal vinden. Grapje, denk ik. Misschien dat er hier ergens zo meteen een bord staat met wat meer algemene informatie, zoals dit. MA. Druk MA. Dan Montos Altos moet ik hebben. In ieder geval de juiste provincie. Daar, Santos. We zullen waarschijnlijk in deze stad zitten, ergens. Even kijken. Want dit is die weg naar die hoofdweg, zeg ik dat goed? Ik moet dat wel even weten. Want daar hangt wel vanaf waar we zitten. We zitten wel diep in het stadje zelf, heb ik het idee. Als deze dan die is. Ja. Normaal is dat was ook meer gebaseerd op. Waarschijnlijk zitten we hier. Oh, mooie afsluiting. Normaal. Ja. Er is een gedeelte in mijn hoofd dat zegt dat dit, hoe heet het? Chili. Ik weet niet waarom ik niet op de naam Chili kwam, want dat was ook daadwerkelijk de naam waar ik aan dacht. Chili is. Maar dit zou bijvoorbeeld ook wel eens. Zou ik nog meer kunnen zeggen, jongens? Ja, dit zou bijvoorbeeld ook het uiterste noorden, of tenminste, uiterst. Het wat meer noordelijk gelegen Canada of de VS kunnen zijn. Dan denk ik dat dan de wegen breder zouden zijn. En met name die kleur van het zand, dat dat ook anders zou zijn. Maar. Anders dan heb ik echt geen flauw idee. Misschien dat dit bord helpt. Nope. Dus. Ik ga hiervoor. Ik heb anders echt geen flauw idee waar dit gaat zijn. Mijn snoer lag op mijn eigen muis. Ik denk al van, what the fuck voel ik? Ik heb echt geen flauw idee waar ik dit anders zou moeten zoeken. Ik heb geen andere auto's gezien. Ik heb geen andere dingen gezien. Er zijn mensen die het aan deze kunnen herkennen. Nou, ik heb het ooit geprobeerd. Maar, geen idee nou. Bewoonde wereld. Ik zou dit niet echt als.
zijn de... De... Pardon? Wat? Spanje? Portugal? Portugal. Ik ben heel eerlijk, dat had ik echt nooit van zijn leven verwacht. Als ik de andere kant was opgegaan, was ik er dan wel gekomen? Waarschijnlijk ook niet. Misschien wel. Ja, nee, dit was echt compleet niet op mijn lijstje stond dit. Als überhaupt een mogelijkheid zijn. Ja, dat, ik bedoel, ik dacht van, als het iets anders gaat zijn, dan gaat het Argentinië zijn. Maar nee, het was Portugal. Wauw. Het was geen goeie rond. We hopen dat het morgen beter gaat. Het is ook veelzeggend dat van alles dat de beste de Braziliaanse gok is. Ik weet wel, Brazilië is normaal mijn slechtste. Het is een omgekeerde wereld bijna, jongens. Nou, morgen weer een nieuwe challenge. Tot morgen.